Er staat weer een nieuwe weekupdate online. Daar wacht je nog op. Snel kijken. Het tweede uur is begonnen, maar Tirza heeft een tussenuur. Dat ze vandaag nuttig gebruikt. Ik heb er meer. Oh, top. Leon, Linda en ik zijn laatst vegan geworden. Of nou ja, Leon en ik. Want Linda is het echt al eeuwen. Die is volgens mij zelfs als vegan geboren. Ze is echt een diehard. Wat is dit voor kutgrap? Haal onze schoenen eruit. Wat is dit? Schoenen. Wat het is geen grap. Juist niet. We hadden wel verwacht dat de mensen boos zouden worden. Mensen weten vaak niet hoe slecht leer is. En daar is ons club voor. Om mensen er bewust van te maken. Wat is hier nou weer aan de hand, jongens? Die vorige actie die had echt nul effect. Eigenlijk moeten we gewoon iets doen wat blijvend is. Waar mensen gewoon niet omheen kunnen. Eigenlijk moeten we gewoon alle dingen waar dierlijke producten in zitten uit het winkeltje halen. En hoe wil je dat doen? Inbreken. Nou, kom op, je kan niet zeggen dat dat geen goede actie is. Nee, maar we hebben echt al superveel gezeik met die jongen. Actie voeren zorgt nou even voor gezeik. Dat moet je ervoor over hebben als je tegen dierenleed strijdt. Mag ik naar de wc? Ja. Ja? Mag ik naar de wc? Ja. Moet je wel snel terug zijn? Ja, ja, tuurlijk. Mevrouw Steenkamp, mag ik ook naar de wc? Dan ben je de derde in 2 minuten. Wat heb jij? Melk, kaas, ham. Jij? Chocola. Jee, mag. Ik dacht dat je de jong was. Even normaal. Gelukt. Goed, man. Hebben jullie deze spullen serieus uit mijn winkel gepakt? Het is voor een goed doel. We leggen het straks terug. Nou, ik vind niet dat dit... We hebben het gewoon geleend. Mevrouw de Jong, ik snap deze reactie. Dit is alleen onderdeel van het CKV-project. En ik heb wel gezegd dat ze de spullen mochten pakken, maar niet natuurlijk de hele winkel meenemen. Nee, maar vind je het handig om ze actie te gaan laten voeren met spullen die we op de school verkopen? Nou, en zonder overleg? Maar wij mogen best wel wat kritischer kijken naar wat wij verkopen. Huh? Nou, ik handel dit verder wel af met ze. Mogen we dit echt voor ons project gebruiken? Nee, Tirza. Natuurlijk niet. Nee, maar ik waardeer jullie idealisme. Dus dat wordt een beetje strafvermindering. Dus we krijgen wel straf. Ja, je krijgt wel straf. Oké, jullie lopen zomaar mijn lokaal uit met een of andere smoes. Hè? Vervolgens plunderen jullie de hele winkel? Ja, wat denk je zelf? Lekker alle lijmrestjes wegkrabben. Nee, wacht even. Ik heb vogelhuisjes laten maken en die mogen jullie overal ophangen. Oh, dat moeten jullie toch leuk vinden? Dat is echt heel diervriendelijk. Het is 8:00 ochtends en Maaike gaat zo naar school. Vanmiddag heeft ze een science-proefwerk. Moet jij nu wat eten? Nee, ik ben aan het leren. Ja, nee. Nou ja, dat kan wel. Ja, nee, is goed. Dan zien we elkaar straks. Nee, geen probleem. Mijn vader gaf een tijdje Frans les bij mij in de klas. Maar ja, je vader als leraar, dat werkt niet. Dus nu krijg ik Frans van een andere leraar. Ga je nou de hele ochtend niks meer tegen me zeggen? Sommige dingen veranderen nou eenmaal. Dan moet je mee leren omgaan. Ik moet me dan wel aan beloftes houden en jullie dan lekker niet? Dat betekent eigenlijk gewoon dat ik de volgende belofte die ik ga maken, dan kan ik die ook uiteindelijk gewoon verbreken. En dan zeggen ze van, oh ja, sorry, nee, we moeten aan nieuwe situaties wennen. Ze weten dat ik het moeilijk vind als iets plotseling veranderd is. Maar dan is mijn vader weer zo van, daar kun je toch wel mee omgaan. Oh, je snapt er werkelijk helemaal geen ene. Oh. Het is alsof ik tegen de muur sta te lullen hier. Ik kon niet horen wat ze zeiden. Behalve één ding dan. Harvey riep keihard tegen mijn andere vader dat het heel veel zou verklaren. Wij hadden ruzie over iets dat tussen ons speelt. Ja, die ruzie die ging over mij, dat weet ik. Nee, helemaal niet. Die nieuwe situatie ben ik toch, met mijn autisme? Nee. Meik, alsjeblieft. Wat is er? Wat doen jullie hier? Nee, maar er is niks aan de hand. Maar we hebben het weer goed gemaakt. En, dat vinden we leuk om jou even te komen vertellen. Ik heb heel lang gedacht dat ik anders was dan de mensen om me heen. Maar ik zou het niet erg vinden als ik autistisch zou zijn. Maar ik zou me wel schuldig voelen omdat jij dan autisme van mij hebt. Het is niet of zo dat jij expres ervoor kiest om autistisch te zijn of zo. Maar ik voelde me wel schuldig. Omdat jullie ruzie hadden. En ik dacht dat
dat ik daar de oorzaak van was. En dat jullie misschien met ruzie uit elkaar zouden gaan door mij. Nee, maar we gaan niet scheiden. Nooit. De klas van Romy is weer in het oud-Hollandse dorpje, waar het lijkt alsof de tijd stil heeft gestaan. Dit keer nemen ze een kijkje achter de schermen. Om alles er zo echt mogelijk uit te laten zien. Het vorige bezoekje liep het een beetje mis. Gijs en ik zaten samen in een groepje en we werkten supergoed samen. Maar daarna, nou ja, niet. Ik wou echt dat ik niet met Gijs in een groepje zit. Ik weet niet eens of hij überhaupt nog wel vrienden met me wil zijn. Natuurlijk wel. Het is niet zo dat je met één meningsverschil meteen gecanceld wordt, hoor. Ga gewoon met hem. Oké, ik probeer het zo wel, ja. Hey, ik ben bij jullie. Aartien zei iets over een oneven aantal of zo. Ja, ik snap het ook niet, maar het kwam erop neer dat het bij jullie moet. Oké. Je zal hier maar werken, hè? Ja, dat is natuurlijk jouw droom. Nou, dat valt wel mee, hoor. Als je hier werkt, je levert toch gewoon één lange CKV-les? Romy is normaal helemaal niet zo van de ene dag vind ik dit helemaal te gek en de andere dag weer iets heel anders. Dus dat vond ik wel een beetje raar. Dat hoef je echt niet te zeggen voor mij, hè? Dat doe ik ook niet. We kunnen ook gewoon vrienden zijn als jij andere dingen leuk vindt dan ik. Deed je alsof je het museum stom vond omdat je verliefd op me bent? Ja. Nou ja, ik dacht gewoon dat als je heel anders over iets denkt, dat je dan niet, dat het dan überhaupt niet, ja, dat is gewoon stom. Maar het gaat wel weer over, hoor. Ik heb dit zo vaak. En, hoe ging het? Ik dacht echt dat we een momentje hadden. Ik ga gewoon met hem praten. Hey. Ik weet dat dit nu best wel stom gaat klinken, maar, Ja, ik weet wat je bedoelt. Alleen, we zijn gewoon vrienden. De schooldag is bijna voorbij en Tirza wil straks even alleen zijn met haar vriendje Leon. Maar Linda vraagt of ze nog even op school willen blijven om iets belangrijks te bespreken. Aangezien jullie niet echt met ideeën komen, heb ik al wat dingetjes bedacht. Supermooi hoeveel Linda om dieren geeft. Maar een beetje jammer dat ze niet zo goed met mensen is. Daarom wil natuurlijk niemand bij de club. Dus heb ik de afgelopen week foto's gemaakt rond heel de school. Ik vind het een slimme actie. Dank je. Zullen we verf gaan uitzoeken? Ja. Later die dag is Tirza eindelijk een moment alleen met haar vriendje. Nee, stoppen. Stoppen nu. Dit gaan we hier dus niet doen. Eraf. De jongen zegt net een parkiet gaan. Net. Hey. Nog even over die actie, hè. Ik heb niet meer het idee dat Linda achter Leon aan zit. Maar dat ze een stoorzender is, dat wist ik inmiddels zeker. Linda is er echt altijd, vind je niet? Hoe bedoel je? Nou, we zijn gewoon nooit meer met z'n tweeën. We zijn altijd met z'n drieën. Ja, dat komt omdat we met Linda in een actiegroep zitten. En buiten de groep zijn we ook gewoon vrienden. Ik zag Linda vooral als clubgenoot. Met vriendinnen kan je het over alles hebben, maar het enige waar Linda altijd over wil praten is veganisme. Hier ben je. Ik heb echt overal naar gezocht. Wat ben je aan het doen? Ik ben op zoek naar nieuwe vegan acties. Leon en ik zijn niet meer zo blij met de club. Waarom niet? We hebben er gewoon een beetje een ander idee bij. Dus betekent dat dan dat jullie uit de club willen? Dat lijkt ons wel het beste. Gaat het? Ik vond het wel fijn of zo. Met z'n drieën in die club. Kijk, ik wil je niet kwetsen of zo. Maar ik denk dat je soms een beetje heftig kan zijn voor mensen. Want het gaat waarschijnlijk al flink helpen als je mensen niet de hele tijd moordenaar blijft noemen. Ja, misschien wel. Deze week staat school in het teken van bewegen met plezier. En daarom gaat de klas van Maaike vandaag zwemmen. Mevrouw Manuhua is de klassementor en is mee als begeleider. Ik zeg eerlijk, ik ga wel gelijk achterover duiken. Is dat het goeie? Mijn zusje van 3 kan dat zelfs, man. Oh, laat ze zien straks. Rustig lopen, wees voorzichtig. Mevrouw? Ja? Ik wilde nog wat met u bespreken. Oké. Ik kan namelijk niet zwemmen. Oké. Want ik ben ongesteld geworden. Maar ik wilde me gewoon ziek melden. En ik had het tegen je gezegd vanochtend. Maar jij wilde weer per se niet naar me luisteren. Nou, ik wilde het ook wel echt tegen haar zeggen en zo, maar het lukte gewoon niet. Iedereen was gehaast bezig en we moesten allemaal snel naar binnen. Nou, ik wilde niet zwemmen en uiteindelijk hoef ik toch niet te zwemmen. Dus ja. Oké. Nou, ik moet gaan. Wie verzint er nou een smoes zodat hij niet hoeft te zwemmen? Oké. De verliezer duwt mij in het water. Ah,
Hi, is goed? Die is goed. Okay. Die is goed. Dik verloren, bro. Oh boy, Stefos kan niet zijn. Ja, ja, ja. Hij kan hoor. Hij kan hoor. Ga. Doe, doe. Hey, Mijke. Hoi. Ik zag iets in het zwembad hier in het water en ik weet niet wat het is. Oké, maar waar ligt het? Goed kijken. Ja, waar? Ja, nog een beetje. Ik zie echt helemaal niks. Ah! Rustig, meisje. Rustig. 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 Hé, ik ben bij je. Ik ben bij je. Kom. Meike. Luister. Luister. Kijk, ik wil sorry zeggen, ja? Ik had echt niet gedacht dat je het zo erg zou vinden. En ik wist niet dat je niet kon zwemmen. En ja, ik hoorde je in de gang aan de telefoon zeggen dat je niet wilde zwemmen. En dat je een smoesje had verzonnen om niet te gaan zwemmen. En ik vond dat raar, want ja, wie vindt zwemmen nou niet leuk? Dus sorry daarvoor.